J'ai bien été accueilli par le groupe, par le club. C'est un groupe qui veut apprendre, qui veut progresser. Donc c'est vraiment une bonne chose. Et on a fait 2 matchs. On a fait un beau résultat à domicile contre Lokeren. C'était un match costaud où il fallait être à répondre physiquement, où on n'a pas trop bien joué, mais on a été costaud. Alors que le match au standard, on a fait un meilleur match, mais on a fait des erreurs qui nous ont coûté cher. C'est dommage, mais on va apprendre pour progresser, pour faire mieux la prochaine fois. Iedereen heeft de wedstrijd gezien. Ik denk dat we sowieso een punt zeker verdiend hadden. Want we hadden de beste kansen. Eerste uur speelden we heel goed, denk ik. Laatste half uur na 2-1 nog kansjes gekregen, maar een beetje te onrustig gevoetbald. Dus jammer daarvoor. Maar had zeker meer ingezeten, denk ik. Hè. Je pense que la vraie vérité, ça aurait été 4 points sur 6, mais on a perdu un point, on va dire, dimanche au standard. Mais le championnat est long et puis faut se concentrer sur le match de vendredi. Tegen Standaard was je goed voor je derde assist. Je voert ook die ranking aan. Is dat een doel op zich voor jou? Ja, doel. Ja, een beetje ja en nee. Hè. Het is niet per se een doel voor mij, maar het doet wel deugd. Dat betekent toch dat je goed bezig bent voor het team. Maar het belangrijkste is dat we goed blijven spelen. En als ik belangrijk kan spelen, of met assists of met goals. Dat is pluspunt voor mij. Ja. C'est ce que j'aime, être costaud, pour un défenseur, c'est une qualité. Être costaud, être solide, ne pas être défaillant quand il y a des attaques. Et tous les jours, je travaille pour être de plus en plus costaud. Just for you, eh? Conclusion! Ok, team. Je pense que ça va être plus un match comme contre Lokeren, un peu plus costaud, fermé, que contre le Standard. C'est mon avis. Après, on va faire la compilation sur le match sur Genk. Donc on va voir. Nee, echt een speciale wedstrijd. Hoort niet van mij. Hè. Ik heb maar 1 jaar met hem gewerkt. Dus op zich betekent niet echt veel voor mij. Maar voor ons team betekent dat wel ja, niet veel. Maar het wordt wel een moeilijke wedstrijd tegen een goede tegenstander. Echt een, ook een concurrent, denk ik, voor de play-off 1 en linkerkolom, denk ik. Dus dat wordt wel een moeilijke wedstrijd, ja.